Hallo, daar zijn we weer. Vandaag in de aflevering ADL op krukken in de reeks Koken met krukken, de aflevering Koken met één kruk. En dat is tevens gelijk de laatste aflevering van Koken met krukken, Koken op één kruk. Want eigenlijk kan ik al zonder krukken, jawel. Het is vandaag de vijfde dag na mijn meniscusoperatie en zo binnenshuis kan ik al aardig zonder krukken uit de voeten. En wat wel heel belangrijk is, is dat ik daarbij wel heel voorzichtig doe natuurlijk. En vooral de draaibewegingen moet ik wel voorzichtig doen. Dus daar ga ik heel erg op letten. Maar goed, wat gaan wij vandaag doen? Een van mijn favoriete oefeningen is de lunch. Nee, dat is niet waar. Dat is helemaal geen favoriete oefening van mij. Maar lunchen is wel een favoriete bezigheid van mij. Lekker eten. Dus ik ga vandaag een heerlijk broodje klaarmaken zonder kruk. Nou, wat hebben we daarvoor nodig? Ten eerste een broodje. Dus die gaan we even erbij pakken. Heel bewust draaien. En laat ik die kruk maar meteen helemaal aan de kant zetten. Ja, wat voor broodje gaan we maken? Roastbeef, rucola en pesto natuurlijk. Goed. Een scherp mes pakken. Tuurlijk, daar ging de kruk. Doe er een beetje boter op. Lekker roomboter. Maar roomboter, dat is toch hartstikke slecht? Ja, lieve mensen. We zijn vaak vergeten dat we vetten gewoon nodig hebben, hè? Vetten, dat is een belangrijke energiebron voor ons lichaam. En roomboter, ja, zit er toevallig misschien wat meer vetten in. Dat zijn wel natuurlijke vetten. En bovendien is het lekker. En daar gaat het er ook om, hè? Lekker genieten van je eten. Maar laat het niet zo doen, hè?